Het begint al jaren op 24 juni 1972. Een groep muzikanten speelt het op het dak van het Theaterhuis in Blauwhoes om zijn opvallend vrouwtrecord Delset te vollen. Een paar dagen later komt de Leonte Kranten maar dit berucht en van dat moment al is de Blauwhoeste dakkapel een feit. Maar juist toen hadden Santje Leden besloten dat het mooi west had. Ze speel je nog rond november takomier, maar dan is het definitief dien. Maar het voelt een beetje als een verkering die stuitmakers wil als het famke hartstikke leuk vindt. Maar ja, maar het ergens staan, een stapje. Een keer beter stapje op een hechtepunt dan het net volle soeps meer is. De groep staat vooral bekend om zijn sfeervolle optredens bij het reetrieden in Tiaf. Maar ik speel ons op het vrijgezellenfeest van Willem-Alexander en Maxima. Alle muziek wordt u te hollen spelen en dat wil zijn repertoire haar van goed 600 nummers. In de haast 40 jaar hadden Leden heel wat mooi maken, zowel in binnen als in buitenland. We zijn 4 keer naar de Antillen geweest, naar Sint Maarten. En dat we daar in de haven voor zo'n hele grote loveboat zaten spelen. En dat het applaus naar beneden schaterde eigenlijk. Japan, dat vond ik wel heel bijzonder, omdat het zo'n verschrikkelijke cultuurshock was voor ons. Al die buitenlandse reizen vond ik de carnavalsritten naar Den Bosch, Oeteldonk in de 80 jaren, dat was een geweldige belevenis. Nou, dat is niet zo'n specifiek optreden, dat is eigenlijk meer het trouwe publiek wat wij elke keer weer hier en daar tegen konden. Wij hebben ook in Nederland spelen. Wat we beleefd hebben in Veen, we hebben eens een keer een drol achterlitten op een middenstip. En de KNVB heeft die weekend het verbeheren om 4 voeters op het veld te hadden litten. En wij een hoeman om met 3 poten en een struisvogel. De komende maand bloot het Dwaalorkest gewoon spelen. En takom hier eindigen ze dan mijn grut slotconcert.